De brandweerkorpsen van Langweer en Lemmer zijn woensdagavond uitgevaren voor een zinkend zeiljacht in de Jeltesloot ter hoogte van Hommerts. Door onbekende oorzaak was het schip lek geraakt en het maakte flink water. De brandweer was nodig om het schip met pompen boven water te houden. Bij aankomst van de brandweer Langweer was het schip nog 2 centimeter verwijderd van de ondergang. Door enkele mensen op de punt van het schip te zetten kwam de achterkant van het schip een beetje omhoog, waarna er op volle kracht werd gepompt. Toen ook brandweer Lemmer ter plaatse was met een pomp, kon het schip worden leeggepompt. Met hulp van een sloep is het zeiljacht dat onderweg was van Heeg naar Langweer gesleept. De brandweer bleef aan boord om het binnenkomende water weg te pompen. In de haven van Langweer is het schip uit het water getild. De waterpolitie sommeerde waterrecreanten het incident rustig te passeren om de golfslag zo klein mogelijk te houden. Ook de sleep naar Langweer werd door de waterpolitie begeleid.